just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en Sergio is nog eventjes aan het werk. Jesse Silver die ligt lekker in de box. Gisteren waren mijn allerliefste collega's op kraamvisite. Dat was echt super gezellig. En ik wilde jullie toch nog eventjes laten zien wat ik van ze heb gehad. Want het is zo vet. Het is namelijk, ja, wij laten hem nog even ingepakt. Maar het is een loopfietsje. Dus het duurt nog heel eventjes voordat hij hem kan gebruiken. Maar zo gaaf. Ik heb hem even opgezocht, zodat jullie hem toch kunnen zien als hij in elkaar zit. Dit zou hem dan moeten zijn. Zo vet. Helemaal onze stijl. En zoals ik al een hele tijd roep, wil ik nog een babyfotoalbum. Maar ik ben zo kieskeurig als de pest. Dus dan ga ik heet dat zoeken en dan vind ik weer iets. Allemaal boeken, maar dan vind ik ze weer niet goed genoeg. Oh, ik ben wel een beetje donker, hè? Oh. Maar gisteren heb ik dan eindelijk eentje gekocht. Hij zit wel echt in een enorme doos, inderdaad. Dat ik er al bij zou staan. Dus ik ga hem even openen. Ik ben heel benieuwd. Hij kan maar goed beschermd zijn, ja toch? Leeg, leeg, leeg. Daar is die dan. Mooi, 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 mooi. Zo. Super blij mee. Dus nu nog fixen dat... Super blij mee. Dus nu nog even fixen dat onze printer weer normaal print. Want op een of andere manier, als ik echt op fotopapier print, dan gaat hij het laatste stukje, veegt hij de inkt uit. Dat is echt heel irritant. En het gekke is dat als ik het op normaal wit papier doe, dan doet hij het niet. En als ik het fotootje wat kleiner maak, dus dat hij niet helemaal die 10-15 papier, fotopapier pakt, dan heb ik het ook minder, omdat hij dan het uiteinde niet pakt. Dus ja, dat moeten we nog even fixen. Vandaag komt mijn schoonmoeder gezellig langs en die blijft ook slapen. En ja, dus dat was gezellig. Oh jee. Krampjes zijn toegeslagen. Dat is wel leuk. Dan kan je dus hier zijn naam schrijven. Hier fotootjes. Ook leuk zijn voetjes. Verhaaltje kwijt. En hier kunnen alle foto's in. Happy! En ik deel vandaag mijn domein. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik deel vandaag het domein met mama. Nou ja, sterker nog, ik heb het domein afgegeven. Ja, ik ben de baas. Nou zijn we dus net in de... Oh, sorry, hè? Ik ben de baas, oh, nu in de keuken. Geef ze één vinger, dan... Maar we zijn dus net bij een supermarkt geweest. Daar werd ik heel erg blij van. Want daar hadden ze heel lekkere worstjes en kip.
en dadels en rijst en olijfolie en ketchup. En dan zul je denken, die hebben ze in de gewone supermarkt ook. Ja, maar hier hadden ze ook andere merken en kwaliteit. En voor een heel erg betaalbare prijs. En dat vonden wij leuk. Yes. Hoe gaat het? En, dames en heren, we hebben sokjes besteld. Die komen ook binnen van de week. Nou, morgen komen ze binnen. En we gingen dus eigenlijk gingen we voor hondenvoer. We gingen voor hondenvoer. Ja. En uiteindelijk kwamen we dus bij een Turkse supermarkt. En dat duurde heel erg lang. En toen had Jesse schoon genoeg van, want die wilde eten. En zoals je hoort, wij ook. Want ik zeg allemaal dingen die ik niet wil zeggen. Of die ik niet bedoel. Dus ik zeg in die supermarkt, zeg ik... Ik zeg in de supermarkt tegen René, ik zeg, oh schat, ik word zo blij van deze winkel. Zegt ze, ja? Ja? Heb je er genoeg van? Ben je er klaar mee? Oh, ben je er klaar mee? Zo, nee, dat dus. Oké, opnieuw. Even heel spontaan. Ik zeg tegen René, ik word helemaal blij van deze winkel. En toen zei ze, ja, heb je er genoeg van? Genoeg van? Zeg het nou weer. Volgens mij dingen. Jullie hebben allemaal honger, jullie hersens reageren niet meer als honger. Jongen, jongen. Ik niet normaal, zelf Jesse. Wat zei je nou dan? Ben je er klaar mee? Dus ik sta daar en ik zeg tegen René. Ik was zo blij van deze winkel. Zegt ze, ben je er klaar mee? Jongen, jongens, hè? Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Dus dat. Ah, man. Nou, we hebben in ieder geval lekkere dadels gescoord en Libanees brood en lekkere olijfjes. Zet hem maar eventjes in de oven. Nou, doe even niet zo lelijk. Ik ben gewoon aan het filmen. Dat ziet er lekker uit, hoor. Hey. En die kip ook. Nou zeg. Het is koud hierin. Oh, ik heb de temperatuur niet aangezet. Oh kijk, dat bedoel ik nou hè. Er klopt iets niet meer hè. Oh my god. Het is gewoon koud. Moeten we nou nog langer dan hier wachten? Ja. Maar ja, jouw man die scoort niet meer. Oh. Jij honger? Jongen, 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 jongen. Jij spoort niet, zeggen wij in Tilburg. Jij spoort niet. Ik dacht dat ik de oven had aangezet. Dat was het niet. Dat is heel mooi dicht aangezet. Ja, maar ik weet niet, maar ik was gewoon al om 6:30 van mijn werk, hoor. Ja, dat ik ben... En ik heb al heel lang niet gegeten. Ja. Dus ik ben de enige die nog een beetje fatsoenlijk kan denken. Ja. En daarvoor een baarbehandig. Ja, precies. Precies. Dus. Nou, en ketchup hebben we en bananen en avocado's. En drumsticks en kippenlever en worstjes. Die hebben we allemaal. Ja. En wat nog meer? Ja, dit moet zo de oven in. Waarom staat dit nog niet in de oven? Moet toch voorverwarmen de oven? Moet er niet voorverwarmen? Oh, dit te lang zeg. Voor jouw oven? Niet die van mij. En wat er meer? Oh ja, sardientjes in tomatensaus. Ook heel erg lekker. En knakworstjes van kip. Knakworstjes van kip. Lekker. En bananenchips en cassavechips en noedelsnacks dinges. Geef die cassavechips maar eens even. We gaan aan de cassavechips. Oh ja, die hadden we ook nog. Rozensiroop. Ken ik niet. Waar is het van dan, mama? Althans, waar ken jij het van? Dat is Indisch. Oh ja? Ja, dat is Indisch. Oh, ik dacht, dat ken je nog van grootmoeders tijd of zo, van vroeger. Ja, ook dat en dat. Ja, nee. Zo, lekker drankje erbij.
Ik weet alweer waar mijn plaats is, hè? Achter het fornuis. Die heb jij zelf opgeëist vandaag. Mootje. Jammertje aan. Sloppies. Nee, daar blijven. Daar blijven. Zou die nog honger hebben, denk je? Ja, ik denk het wel. En laten we heel even wachten. Dan laten we dit even zakken en dan maken we nog 30 of zo. Ja. Huh? Welke wil je ruiken dan? Ja, we hebben groene en zwarte. Groen is pikant. Allebei? Nou, we zullen met zwarte beginnen, want die zijn vaak wat... Ja, wat minder heftig, zeg maar. Ik vind hem niet lekker. Ook niet een beetje niet lekker, hè? Gewoon echt. Oké, okay. Nou ja, kom maar dan. Ik gooi hem wel weg voor je. Het is niet jouw ding. Wil je die groene nog ruiken? Ja. Zal dat maar een andere keer doen. Smaakt zoals een ruik. Ja. Is dit lekker? Lekker mooi. Ja, tussen de teentjes. Ja, vind je het wel lekker? Ja, nou vind ik wel lekker. Haartjes. Ik zit mijn vinger op te eten. Ja. Oh jee. Nou. Oh, die bezorgen voor de sokjes was ook onderweg, las ik net. Oh, mooi. We gaan hem voor het eerst even in zijn eigen bedje leggen. Smiddags. Dan moet je wel even wennen natuurlijk. I'm so excited. En dan kunnen we ook gelijk de babyfoon testen. Oh ja, die heb ik nog helemaal niet aangehad. Nee. Dat was ook niet nodig. Maar hij is wel heel druk bezocht in zijn bed. Dus misschien moeten we er even wat uithalen. Ik zou hartstikke kapot schrikken als ik wakker word ineens. Zijn ze allemaal aan te staren. Want als we ergens heen gaan, dat al die knuffels mee moeten, anders slaapt hij niet. Nou ja, serieus had ik vroeger dus gewoon inderdaad, nou ja, in bed vooral. Als ik dan, ik had echt heel veel, dat ik dan afwisselde wie er het dichtst bij me mocht slapen. Omdat ik ze niet tekort wilde komen. Tekort wilde doen. Doen, komen. Ik wilde ze niet tekort doen komen. Dus ja. Nou, als jij hem even leeg maakt, of ja, dan een beetje ruimte maakt. Ja, dat ga ik doen. Ga ik doen, ja. Okay. Ja, als je dan net in bed wil gaan liggen en de buurman begint met boren. Misschien gaat hij weer juist weer slapen. Dat zou best kunnen. Slaapt in de bokstrook. Je bent hem nou een beetje slaap aan het wiegen.
Tropica. Rockabye Baby. Ja, ik heb muziekje aangezet. Daar hoor je nou niet veel van, hè? Staan we dan als twee... nieuwsgierige en bezorgde ouders die willen dat zijn kindje gewoon lekker gaat slapen. En die willen dat de hondjes gewoon lekker stil blijven staan. Hij is echt klaar wakker hoor. Het is wel leuk, want we kunnen dus hierdoor praten en we kunnen slaapliedjes kiezen. En het geluid is hier harder dan bij de baby hoor, als je denkt nou, ik vind het wel disco, je kan hem hier zachter zitten. Zo hoor je hem niet eens. Zeg, je zullen hem even uitzetten misschien, het slaapliedje. Ja. Misschien denkt hij van, fuck, boor, muziek, wat is het allemaal? Oh, dan zet ik hem uit. Zijn speentje is er ook weer uit. Oh, 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 oh. Gelukkig is het nog niet voor de nacht, hè? Nee, dat was een testcase. Geef hem even een minuutje of zo, een paar minuutjes. Want vaak in de box dan, die hengelt hij ook eventjes. En dan zingt hij zichzelf in slaap, ook zeggen. Helpt hij zichzelf in slaap. Als je René ergens blij mee kan maken, is het wel orgaanvlees. Dus ja. Ja, die hebben we vandaag lekker opstaan. Wil je even proeven, schat? Nee. Oh, dat was... Kort maar krachtig. Nee, omdat je nog wil wachten om dat je het lekkere voor later bewaart. Of was het meer een nee van je loopt me weer in de mailing te nemen? Nooit van mijn leven. Nooit van mijn leven zelfs. Oh my god. Kijk. Dat is toch gewoon een delicatesse voor het oog. En voor de mond. En voor de smaakpapillen. Heerlijk. Nou, lekker. Ah, maar wat pieter. Zout of peper? Peper. Peper. Als in, ho, wacht, ho. Hij komt binnen. Wat later dan verwacht. Laten we hem even opstaan. Ik denk dat bedoel ik. Want ik heb hem heel erg... Sorry hoor. Hey. Jezus. Kijk gelijk die vingertikken. Ja. Jongen. Maar, ook iets heel erg leuks. Hey. Finally. We hadden ook een brief van de belasting. Oh my god. Nou, die mag je... Nou, die is voor Jesse Silver. Jesse Silver, oh, mag je nu al belasting betalen? Ik denk de belasting toeslag of zo. Sophie nummer. Nee, Sophie die zit nog niet op het kinderdagverblijf. Kijk eens aan. BSN. Les sokjes voor die Antje. Ik hoop dat ze ze passen. Want ja, ik ben ook benieuwd. Dat die kleine wel een beetje heel erg klein zijn. Ja, die, ja dat is meer Jesse Silver's een maat. Als hij zichzelf blijft krabben, nee, maar dan doen we die gewoon met Jesse aan. Oh ja, om zijn handjes. Nou, kom, ja. Ja. Ik ga het maar gewoon even proberen. Toch? Ja.
die hebben, die andere. Kijk dan, man. Beetje gek, hè? Oh, ja, ja. Je lijkt wel een... Een paard! Dat is een draver. Ben je een draver? Zie je paard? Een heel mooi stap. Ja, dressuur. We willen dit even met jullie delen. Kom eens. Horen jullie dat? Nee, wij ook niet! Oh, wat een rust. Nu ben je echt een held op sokken. Kom maar. Zo. Kostend gewoon. Auw. Dat was scherp, ja. Oké, eerlijk, ik heb niet zoveel met klimaat. Met klimaatdingen en doelen en. Maar we eten wel wat minder vlees. Hi! We eten wel wat minder vlees en wat meer groentes. En nou ja, vis vind ik sowieso ontzettend lekker. Maar wat ik ook heel erg lekker vind, is orgaanvlees. Hartjes en levertjes. Ja, sorry, ik vind het gewoon lekker. Dus dankjewel, mama. Alsjeblieft. Smakelijk eten. Oh, dit is lekker rustig, hè, jongens. Nou, horen ja, de honden niet. Lust de honden geen brood van. Kunnen ze dadelijk nog meer in de keuken slijpen? Dat horen ze niet meer. Dat is ook alweer zo. Ze zijn wel ninja nou. René, lust je groenten? Ja, maar ik lust best groenten. Niet waar, hoor. Nee, toch? Dat zegt ze, maar. Ze eet geen groenten. Mijn schoondokter eet geen groenten. Nou, dat is niet waar, maar ze is wel wat... Ik ben specifiek in welke groenten ze lekker vinden. Pak soy staat niet in de top 3. Nee. Nou, smakelijk eten. Yes. Eten.